De nieuwsfoto nu met fotograaf Ilvi Niokikci. Dit is een foto die gemaakt is op een station in Shanghai. In Shanghai, ja. Door fotograaf Lu Qingyu. En wat ik heel bijzonder eigenlijk vind aan deze foto... het is niet echt een hele typische foto die ik eigenlijk zou uitkiezen als mooie foto. Nee. Hij is het wel, maar ik hou zelf van foto's die ook een voorgrond hebben. Dus bijvoorbeeld dat hier mensen hadden gestaan... of gelopen, of... Want die ontbreekt eigenlijk. Ja, het is heel erg rustig. Ik hou van foto's met een voorgrond, middenstuk, achtergrond. En dit heeft eigenlijk alleen een middenstuk en dan de trein op de achtergrond. Mm-hmm. Maar ik heb hem toch uitgekozen omdat hij door die rust... doordat hij alleen maar dat middenstuk heeft met dat stelletje... ja, geeft het voor mij ook een beetje die leegte weer... die nu in Shanghai of in China op straat ook te zien is. Al die beelden heb ik... ja, die hebben jullie allemaal gezien. Ja. De lege straten, lege supermarkten. En ik vind dit daardoor heel mooi. Dit is wat jij ziet. En ik zie vooral die twee mensen met die afgezakte mondkapjes. Zij heeft ook nog een spatbril op. Hè? Ja. Als het zoenen heel wild zou gaan. Maar, en het is een soort Romeo en Julia, toch? Ja, het is een soort van... wij staan hier en wij doen gewoon gaan, die kap. Als we gaan, samen. Precies, ja. Dat idee. Ja, dat de liefde een beetje alles overwint. Daarom vind ik ook dit detail heel grappig. En je kan het bijna niet zien, maar hier is een... ik denk dat het een reclame is, maar ik kan het niet goed zien. Maar het is een heel booskijkende man. En omdat zij die kapjes af hebben, vond ik dat wel een grappig detail. Zo van... ja, het is bijna alsof hij boos wordt van laat die kapjes nou op. Dat is gezonder en beter. Ja, wat een goede foto. Maar ja, omdat ze het af hebben, vind ik het juist zo stoer. Weet je iets van de fotograaf? Ja, nou, ik heb dus gekeken op zijn Instagram om te kijken of deze foto erop stond. Want het bijzondere is dat er natuurlijk heel veel foto's van het corona gemaakt zijn. Ja. Maar deze foto heeft hij er niet op staan. Oh. En dat vond ik heel erg jammer. Ik heb ook contact met hem proberen op te nemen, omdat deze foto juist overal gedeeld is. BBC, The Guardian, volgens mij NRC Handelsblad. Je ziet hem overal terug. Ja, en dan denk ik als fotograaf, zet hem dan ook. Weet je wel, ga er dan ook mee pronken. Maar hij heeft zelf heel veel foto's gemaakt van juist mensen die op straat lopen met mondkapjes op. Van die mensen die lopen te sprayen, weet je wel. Die, dus alle standaardbeelden. Maar dit is het beeld wat dan toch uiteindelijk viral gaat. Zeg maar. Mogen we hem iconisch noemen? Nou, ik vind het een iconisch beeld. Ik vind het heel stoer dat ze zonder die kapjes daar staan. En ja, dat het verspreidt op zo'n manier, zeg maar, zo'n foto. Laat wel zien dat, dat de liefde overwint. Ja. Zo is het. Dankjewel, Ilvi. Dankjewel.